Ron Timmers, 2 punten verloren vanmiddag. Ja, ik denk dat zeker. Ik bedoel, kijk, ik denk dat je helemaal op het einde misschien nog zelfs met 0 punten kan staan. Maar ik denk dat je, ik weet niet hoeveelste minuut werd hij daar gestuurd, 80ste of zoiets in die richting. Ik denk dat je 80 minuten gedomineerd hebt, kansen gecreëerd, strafschoppen in mijn ogen. Ene kant wel, andere kant niet, dat bedoel je? Nee, dat denk ik. Bedoel, bij 2-0 heb je de 3-0 op je voet, waar Elvis alleen de keeper afgaat. Bij 2-1 word je 2 keer echt, in mijn ogen, nou 1 keer 100% zeker strafschoppen onthouden. En dan zeg ik inderdaad op jouw vraag van 2 punten verloren. In een wedstrijd waarin je het eerste kwartier heel erg domineerde, goed voetbalde ook, maar na die 2-1 toch een beetje mee liet slepen in het spel van Zwaluwe. Ja, ik bedoel, laat me even vooropstellen dat Zwaluwe ook gewoon een goede ploeg heeft. Ja, een goed middenveld, spitsen die heel erg onvoorspelbaar zijn, ja, dus waardoor je toch rekening mee moet houden. Dus ja, toen zijn we het even 20 minuten, denk ik, dat je zegt van dat het gelijkwaardig heen en weer ging. Maar de eerste 20 minuten, wat jij zegt, op 3-0 had moeten komen en eigenlijk 2 vingers in je neus de wedstrijd domineerde. Ook in een wedstrijd, ik heb het zelf gezegd, dus ik haal het nu ook aan, die door 23 man werd gespeeld. Namelijk scheidsrechter Jobsen, die zich nadrukkelijk deed gelden. Ja, ik bedoel... Hij geeft een strafschop waar ik mijn twijfels bij heb. Hij wordt geraakt, je kan hem geven. Ja? Maar als je hem daar geeft, dan had je de 2 anderen nog zeker moeten geven waar gewoon veel meer aan de hand was. En dan wordt het volgens mij 3-1 of 4-2 op dat moment. Ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen precies hoeveel er stond op dat moment. Maar dan had je klaar geweest. Ja? En nu zie ik overtredingen dat ik denk van ja, moet je dan iemand voor een simpel, wat was het, een half duwtje in zijn tweede gele kaart geven. Nee, dit was duidelijk... Een scheidsrechter die stempel op de wedstrijd drukte, waarbij wij dan als dupe uit het veld kwamen. Ten slotte laatste vraag, want kort na de wedstrijd is het wel lastig, maar het betekent wel volgende week wordt een hele belangrijke, want het is aanhaken of voorlopig even toekijken. Ja, maar goed, na 26 wedstrijden is de stand bekend en de een heeft een wat makkelijkere loting als de ander en noem het allemaal maar op. Ik vind dat nog niet zo interessant, het gaat gewoon per wedstrijd bekijken en dan heb je vandaag 2 punten verloren.